Kritiek op slechte communicatie van de provincie over vervoersplannen. Van laat dat nou gewoon zien. Ga er gewoon ergens mee beginnen. Bouw een bushalte om van hoe die er straks uit komt te zien. En verder vandaag. Extra drukte door vakantiegangers. En reddingsbrigades terug uit Limburg. Goedenavond. De meerderheid van Provinciale Staten staat positief tegenover het nieuwe concept vervoersplan van de provincie. Maar heeft wel kritiek op de manier waarop de provincie daarover communiceert. Dat bleek vandaag tijdens de laatste statenvergadering voor het zomerreces. Partijen willen iets gaan doen aan de lege bussen die door de provincie rijden. De bushalte verandert in een halte waar je een haltetaxi, buurtbus of flextaxi kan nemen en dat voor dezelfde prijs. Toch maken veel mensen zich zorgen over de vervanging van de bus in de dorpen. De SGP vindt dan ook dat de communicatie over het conceptplan beter had gekund. Laat dat nou gewoon zien. Ga er gewoon ergens mee beginnen. Bouw een bushalte om van hoe die er straks uit komt te zien. Laat het aanvullende vervoer laat het in werking treden. En maak daarvan animaties en dan gaan de mensen zien, aha, zo wordt het dus straks. Dat was de boodschap van partijgenoot Kees van den Bergen vandaag aan de gedeputeerden. Hoewel het plan wel degelijk de bushalte laat verdwijnen, willen veel partijen het vooral graag hebben over dat wat ervoor terugkomt. Kijk, het is heel simpel. Het openbaar vervoer in alle dorpen blijft. En het is wel zo dat mensen niet meer de bus voor ze hun huis voorbij zien denderen, maar dat ze even door de haltetaxi worden opgepikt en vervolgens naar een hub worden gebracht. En op die hub kunnen zij weer stappen op een grote vervoersmiddel waar ze andere mensen ook nog zien en waar ze dus samen met die andere mensen naar hun eindbestemming kunnen reizen. En dat regel je dan met een app, iets waar 50PLUS vraagtekens bij zet. Er zijn heel veel ouderen die met de app overweg kunnen en ook digitaal goed de weg weten. Maar er is toch een categorie die wat minder daarmee overweg kan en eigenlijk digibeet zijn. En daar wordt het een probleem voor je. We blijven het wel volgen, want misschien dat straks blijkt dat er wel heel veel dingen niet zo zwart liggen als wij veronderstellen. Maar in de eerste instantie vinden we gewoon dat er weinig rekening wordt gehouden met ouderen in het vervoersplan. Gedeputeerde Van der Maas hoort die kritiek ook, maar ziet het plan als een verbetering. Daarom gaat hij, in navolging van de oproep door zijn partij, nu aan de slag met de communicatie voor het plan. En die handschoen die pak ik graag op. En er zijn natuurlijk heel veel mooie manieren, denk aan korte filmpjes die je kunt maken om het verhaal te vertellen. En tegelijkertijd ben ik dan natuurlijk ook wel benieuwd naar de reacties op dat verhaal. Ja, politiek verslaggever Heiko Strietman staat bij het provinciehuis. Voor het zomerreces moeten er vaak nog heel veel dossiers snel worden afgehandeld. Was dat vandaag ook zo, Heiko? Nee, grosso modo ging het om een paar punten, waaronder dus dat concept vervoersplan. Om dus iets te gaan doen aan, zoals je al noemde, die lege bussen die door de provincie rijden. Nou, na de zomer komt het punt weer aan de orde en dan zal er een plan van aanpak worden gemaakt met daarbij ongetwijfeld dus de communicatie daarover. Ja, Provinciale Staten waren eindelijk weer eens echt bij elkaar, hè? Ja, en je merkte vooral dat de maatregelen enorm streng waren. Statenleden hadden hun eigen thermoskan met koffie of thee om te voorkomen dat er te veel gelopen zou worden. Veel statenleden maken zich ook zorgen over de oplopende besmettingen in combinatie met die Delta-variant. Achter de schermen hoor je dan weer dat sommige statenleden vandaag niet fysiek aanwezig waren. Nou ja, uit angst daarvoor. En dat is ook de reden waarom ze inmiddels eigenlijk allemaal naar huis zijn gegaan. Om thuis straks te gaan stemmen over de punten die aan de orde zijn geweest. Dat gebeurt normaliter in de zaal, maar nu dus vanwege het feit dat iedereen erbij moet kunnen zijn, digitaal vanuit huis. En dan kan voor veel statenleden dat zomerreces, die zomervakantie, echt beginnen. Heiko Strietman, dankjewel. Ja, de vakantie is dus begonnen en dat betekent rijden voor de speciale corona-sneltest. Want voor het buitenland is vaak een negatief testbewijs nodig als je nog niet volledig gevaccineerd bent. In Middelburg stonden tientallen mensen in de rij voor de sneltest. We gaan morgen op vakantie naar Frankrijk, dus dat moet vandaag wel. En mijn moeder die zei, ja, ik heb er ook 5 kwartier gestaan, dus het zal waarschijnlijk een poosje gaan duren. Ik keek net even mijn telefoon, maar het is nu al 50 minuten. Dus het is al best wel lang. U staat in de rij voor uw kinderen, maar waar zijn ze? Ja, hij had er geen zin meer in. Hij zit daar een boek te lezen. En nu mag u in de rij staan. Ja, zo werkt dat, hè, met kinderen. Zoals je al ziet, het is flinke rij. Dat kan ook best een half uurtje gaan duren. We hebben geen annuleringsverzekering afgesloten, dus het is misschien niet zo slim. Maar nee, ik vrees niet voor mijn vakantie.
De provincie Zeeland laat 320.000 ton thermisch gereinigde grond, oftewel TGG, op het terrein van recyclebedrijf Beelen bij Westdorpen onderzoeken. TGG is vervuilde grond die door verhitting is schoongemaakt. Maar het gebruik daarvan ligt onder vuur nadat het werd verwerkt in dijken in Bunschoten en Perkpolder. Want daar bleek de grond toch nog te veel vervuild te zijn. De TGG-grond bij Beelen in Westdorpen wordt gebruikt om terreinen bouwrijp te maken. En de provincie Zeeland wil nu weten of daardoor grondwater verontreinigd raakt. Ze laat de regionale uitvoeringsdienst onderzoek doen. Het gemeentebestuur van Vlissingen kreeg vanochtend ruim 1100 handtekeningen tegen de afsluiting van de boulevard. Boven de 25 graden gaat de boulevard dicht voor auto's, scooters en motoren, omdat er dan veel strandgangers lopen. De boulevard is een openbare weg. Wordt gezien door heel veel Vlissingers als een stukje cultureel erfgoed. En daar moet gewoon van afgebleven worden. Ook voor de mensen die niet lopen kunnen of kunnen fietsen, maar die gewoon echt afhankelijk zijn van een ritje met de auto. Dus bij deze symbolisch mijn petitie. Ja, nemen we die ontvangst. Zeer bedankt. Er zijn te veel aanmeldingen voor de zomerscholen in Terneuzen, Vlissingen en Middelburg. Bijna 50 kinderen die wel zijn aangemeld door hun basisschool kunnen niet terecht. Door corona zijn er meer kinderen met een achterstand, terwijl tegelijkertijd door het landelijke lerarentekort er te weinig docenten zijn. Met name in Terneuzen gaan er veel kinderen afvallen. De deelnemende basisscholen daar is gevraagd allemaal 1 à 2 van de aangemelde kinderen terug te trekken. De Zeeuwse nichtjes Lotte en Wieteke lopen een alternatieve Nijmeegse Vierdaagse over Zeeuwse wandelpaden. En dat doen ze om geld op te halen voor de Hersenstichting en het Spierfonds. Doelen omdat hun vaders ziek zijn. Mijn vader heeft een spierziekte. Daar zijn we in 2019 achtergekomen. Spierziekte heet IBM, waardoor hij heel veel last heeft met opstaan, in zijn bovenarmen, moeite met lopen. Dus dat is voor mij een grote drijfveer om. Ik kan wel lopen, dus ik ga ervoor wel lopen. Afgelopen november kreeg mijn vader een herseninfarct. En toen eigenlijk na 2 dagen heb ik eigenlijk al gezegd van als die doorgaat, dan loop ik hem en dan ga ik geld inzamelen voor de Hersenstichting. De twee nichtjes wilden de Vierdaagse van Nijmegen lopen, maar die gaat dit jaar niet door. En daarom lopen ze door Zeeland. Ze hebben al €3600 opgehaald. We hadden eerst het doel allebei €500 op te halen. Ja, dat doel is al heel lang bereikt. En vandaag was de vierde en ook laatste dag van hun wandeltocht. Zandzakken vullen, nooddijken versterken en mensen evacueren. 45 Zeeuwen hielpen afgelopen week in Limburg om de gevolgen van de overvloedige regenval het hoofd te bieden. 30 medewerkers van waterschap Scheldestromen en 15 vrijwilligers van reddingsbrigades in Middelburg en Goes vertrokken hals over kop om te helpen in de overstroomde gebieden. Ik werd donderdagavond om 11:30 gebeld. Het is zover. Dus ik zeg, ja, wat is zover? Ja, je mag naar Limburg. Dan moet je even schakelen. Maar samen met de collega zijn wij om 3 uur 's nachts aangekomen in Horst. Eenmaal in Horst inventariseert Wilfred welke hulp er nodig is. Het blijkt dat er zandzakken gevuld moeten worden. Er zijn toen een aantal mensen vanuit waterschap Scheldestromen naar Horst gestuurd om zakken te gaan vullen. En dat hebben we op de zaterdag weer gedaan. Er zijn er nog meer mensen gekomen. Ja, toen waren we op dat moment met totaal 20, 25 man. In het begin hadden we zoiets van waar zijn we nou voorraad voor aan het aanleggen. Maar toen duidelijk werd dat de zakken ook afgevoerd werden, ja, kregen we ook een beeld van ja, hey, we doen het ergens voor. Waar de waterschapsmedewerkers druk zijn met zandzakken, wordt de reddingsbrigade ingezet om mensen te evacueren. De mensen probeerden we over te halen om mee te gaan. Er waren heel veel mensen die wilden liever thuis blijven. Zeker, ja, het is toch een huis. Ze waren ook bang dat er spullen werden gestolen. Maar meestal als je dan vertelde dat er geen hulp kon komen, er kon geen ambulance, de diensten konden er niet komen, dan kwamen ze wel mee. En zo kwam er een man naar ons toe en die zei, hey, mijn tante die zit nog in huis, heeft de evacuatie niet gehoord, want ze is doof. Toen zijn we met een groepje daar naartoe gegaan. En hebben die vrouw uit haar huis bevrijd. Door de straten waar tot je knieën, net iets hoger dan je knieën, gewoon echt heel hard stroomt. En dan met die mevrouw en die man terug. Ja, dat is dan best wel bijzonder meemaken. De ervaringen in Limburg hebben behoorlijke indruk gemaakt op de Zeeuwen. En dan zie je dat alles onder water staat. Dat de mensen op de eerste verdieping staan. Auto's onder water gelopen. En dat de mensen alles kwijt zijn.
je leert hoe veerkrachtig mensen zijn en hoe flexibel ook. Het brengt ook echt saamhorigheid. Wij zijn ook geholpen in 1953 en zo wil je ook andere waterschappen helpen. Vandaag nog een heerlijke stranddag in Zeeland, gemiddeld 24, 25 graden. Al stond er wel een matige noordoostenwind. En de temperaturen blijven ook morgen nog goed, maar er dreigen ook onweersbuien, ook de dagen erna. En bovendien wordt het dan toch weer iets frisser. En tot zover deze Zeeland nu. Morgen ben ik om 6 uur weer bij u terug met het laatste nieuws in Zeeland en dan ook met het weekoverzicht. Heel graag tot morgen en alvast een goed weekend.